Na maanden van voorbereiden, plannen en modellen bouwen was het eindelijk zover. De nieuwe zonneauto van het team van de UT is officieel gepresenteerd. De auto heette Twente One en is volgens ontwerpers anders dan andere zonneauto's. Tijdens het rijden beweegt het zonnepaneel. Dus dit paneel kan draaien. En daarmee richten we de cellen optimaal op de zon. En dat hebben anderen niet? Dat hebben anderen niet. Nee, en er is nog iets wat we hebben. En dat zijn de lenzen, die liggen hier zo. Dus dit zijn de normale lenzen, of de cellen bedoel ik. En dit zijn de lenzen. En met deze lenzen concentreren wij het licht van de zon op de zonnecellen die hieronder liggen. Nou, dit is als het ware een loop, zeg maar, die je gebruikt om het licht te concentreren. En daarmee vangen we meer energie. 2 jaar geleden waren er wat moeilijkheden met de banden. Maar de verwachtingen zijn voor dit jaar hoog gespannen. Vorige keer deden we voor de eerste keer mee aan de race. We werden toen best een nieuwkomer. Op de 9e plek. Daar waren we toen enthousiast over en blij mee. Nu pakken we die ervaring mee. Hebben we eerder kunnen beginnen. Geleerd van de vorige keer. En daarom vind ik het nu realistisch om te zeggen dat we voor een top 3 positie gaan.